Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is echt prachtig weer, de zon schijnt volop, love it. En ik heb nu een event voor een samenwerking die ik dit jaar heb met Cetaphil. En dat is dus bij Haven Lake Village. Dat is dus bij de jachthaven Kortenhoef. En ik zie wel eens wat voorbij komen daarvan. En ook van dat Haven Lake Village. Dat zijn volgens mij hele mooie villa's aan het water. Die je kan huren. En daar is het event. En we gaan volgens mij allemaal leuke dingen doen. We gaan in ieder geval lunchen. En we krijgen volgens mij ook een soort workshop. Maar ik weet nog niet helemaal wat. Dus volgens mij een breathwork workshop. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is. Nou, we gaan het meemaken, jongens. Helemaal leuk. Nou, het is hier zo chill. Het zonnetje schijnt helemaal. En dit zijn dus die villa's. Dat is er ook één. En daar liggen allemaal matjes klaar. Daar gaat natuurlijk die workshop plaatsvinden, neem ik aan. Misschien gaan we nog even varen. Nou, ik loop nu weg van het event en het was echt heerlijk. Heerlijk in het zonnetje ook uren gezeten. Ik heb een feestje gehad. Nu wel SPF op hoor, don't you worry. En ik loop nu naar de auto. En dan ga ik kleine schat van de crash halen. Het is hier echt zo mooi en gezellig en rustgevend. Dat ik echt denk, oh, ik wil echt een keer hier gaan varen of zo. Kijk, hier kom je zeg maar aan. Dan zijn dit die villa's. Dat is de haven. Nou, ik loop nu terug naar de parkeerplek. Maar ja, het is helemaal gezellig. Helemaal een vibe. It's a vibe, baby. Oh my god. En kijk jongens, we hebben een nieuwe kast. Dit is exact wat wij zochten. Voor degene die mijn Insta, Reel en TikTok hadden gezien van een paar maanden geleden. En nou, jullie raden nooit waar ik hem heb gevonden. Op Facebook Marketplace voor €50. En nou, het is echt in een hele goede staat. Met nog een plank hier. En drie laadjes. Ik vind die knoppen eigenlijk al best wel leuk, maar ik denk wel dat ik andere ga kopen. En ook qua formaat is het gewoon echt perfect. Het is dus net wat langer dan die. Iets lager en ook ietsje smaller. Dat het echt tegen die muur aan kan. Dat het echt een beetje een dressoir is. Maar we gaan hem wel verven. Deze gaat natuurlijk weg. En ik wil niet deze kleur in die. Ik wil een wat oranje-achtige kleur doen. Dus ik ging even op de kleurenwaaier kijken. En toen kwam ik eigenlijk uit bij deze twee kleuren. Dus of deze of deze. Dit is echt best wel oranje. En dit is meer zo'n terracotta kleur. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Dus ja. Kijk, dit is misschien too much of zo. Maar ja, ik wil ook wel echt meer kleur in ons huis. Ik heb ook nieuwe kussens besteld. Dus misschien is dit juist wel leuk. Maar op zich vind ik die ook wel poppen. Als het die rechterkleur is, zeg maar. Maar goed, we moeten nog maar even kijken. Maar ik ben ontzettend blij. Nou, we hebben Snoopy lekker naar bed gebracht. En wij gaan nu lekker koken. Ik heb ook even mijn kloffie aangetrokken. Want ja, op de een of andere manier moet ik dat gewoon toch doen. Elke avond trek ik weer een joggingpak aan. Jij ook, hè, schat? Ja, ik heb het ook lekker gedaan. Ja, love it. Ja, het is tijd om te kokerellen. En dat doen wij elke week. Nu echt al een paar maanden met Green Chef. En daar heb ik ook een samenwerking mee. Maar ik heb er niet altijd een samenwerking mee. En we gebruiken het echt elke week. Omdat we het gewoon zo erg chill vinden. Want ten eerste, we zijn 3 dagen van de week zijn we gewoon helemaal gecoverd. En hoeven we gewoon niet na te denken over wat we gaan eten. Hoeven we de boodschappen niet meer te doen. Ik vind dat zo een luxe. Dat we nu gewoon Snoepie naar bed hebben gebracht en dat we gewoon nu kunnen gaan koken. Zonder dat een van ons naar de supermarkt moet of whatever. Nou, anyway.
Ja, bij Green Chef heb je gewoon, ja, kan je echt kiezen uit allemaal verschillende soorten recepten. Dus eiwitrijk, keto, vegan, vegetarisch, minder dan 550 calorieën of gewoon snel en gezond. Nou, je hebt echt voor ieder wat wils. En ja, wij hebben nu even eiwitrijk, dus we gaan deze maken vanavond. De beef moussaka met aubergine en geraspte belegen kaas. Ik moet eerst even deze aubergines snijden in plakken. En die gaan dan gelijk de oven in. Zo grappig, dit mes heeft Ro gekregen vorig jaar was het. Anderhalf jaar geleden van Joey en ik. En er staat dus Ro Lucas Lebella staat daarop. Ja, echt hilarisch. Zo benieuwd of ze dat bij die man of vrouw die het ging graveren hebben opgegeven. Ja, nou dat vertelden ze toen ook. En dat was gewoon ook, die mensen dachten echt, wat is dit? Die begrepen er helemaal niks van. Hoe spel je dat? Ja. En dan op een bakplaat of op een... Ja, in een schaal met bakpapier. Ja. Oké, ik heb de aubergines in plakjes gesneden, peper, zout en olijfolie. En dit kan dus nu een kwartier de oven in. Dan gaan we door met de ui en de wortel. Die wortel moeten we eigenlijk met een grove rasp doen, maar dat hebben wij dus niet. Dus hoe ga jij dit nu doen? Ga je het snijden? Hoe denk jij? Oh god, de Nutribullet? Nee, dat meen je niet. Ja. Maar dan wordt het een soort pap, nee, schat. Nee, dat hoeft geen in mijn hand. Jij hebt geen Nutribullet skills. Oké, nou, no judgment jongens, maar we hebben even de middelen niet. Hè, maar we hebben toch wel gewoon... Oh, dit gaat ook niet meer open. Nee, we hebben... En deze dan? Ja, alsof het daar geen soep van wordt. Ja, dat is niet geschikt, nee. Nou, en we hebben een dit moeten we even op ons lijstje zetten. Maar goed, is niet erg. We improviseren gewoon en het mag. Kijk, hoe mooi. Oh ja, best wel mooi. Nou, dit gaat helemaal de goede kant op. De aubergines zijn er inmiddels uit. En nu moeten we de saus even laten koken. En wat dus ook heel erg chill is bij Green Chef, is dat je voor je ziet een recept wat je heel erg lekker vindt. Maar je vindt een bepaald ingrediënt niet lekker of chill. Dan kan je dat dus wisselen. Ik heb natuurlijk gewoon gehakt. Maar stel je voor je bent vegetarisch. Dan zou je dat kunnen inwisselen met vegetarisch gehakt. Dat je alsnog wel dit recept kan kiezen. En ze hebben dus ook nu weer iets nieuws. Dat heet de verdubbelaar. En dat is dat je dus ook ingrediënten kan verdubbelen. Dus stel je voor je wil echt even die proteins binnenkrijgen. Dan kan je dus dit gehakt ook verdubbelen. Dat je extra veel hebt. Dus er zijn zoveel opties. Waardoor je automatisch zoveel keuze hebt in je recepten. Omdat je het ook gewoon kan tweaken. In hoe jij het wil. Dus dat is wel, ja, ook heel erg chill. En klaar is Kees. Dit gaat nog even 10 tot 15 minuten de oven in. En dan is hij helemaal ready. Oeh, jeetje. Dat ziet er wel goed uit. Ik probeer hem met in één keer... Ja, kijk eens. We garneren het met verse basilicum. Oh, wat lekker. Wat artistiek ook. Ja, een bloemetje wilde ik maken. Qua presentatie is deze wel echt het mooist. Deze viel een beetje uit elkaar, maar hè? Als het maar lekker smaakt, zullen we maar zeggen. Nou, wij gaan lekker eten. En ik heb natuurlijk een leuke kortingscode. Dat is Chef Vita. En daarmee krijg je tot €95 korting op je eerste 4 boxen. Dus ja, dan kan je het wel gewoon even lekker uitproberen of je het wat vindt. Ik zet sowieso ook even een linkje in de beschrijving. Eet smakelijk, schat. Eet smakelijk. Hallo, hallo. Goedemorgen. Wij zitten al een uur in de auto, want wij gaan dit weekend naar Antwerpen. En we hebben kleine Snoepie hebben we gebracht naar de ouders van Ro. Hij gaat 2 nachtjes gaat hij daar logeren. Dat heeft hij 3 weken geleden heeft hij dat ook al een keer gedaan. Het is hartstikke goed gegaan. Ondanks we hem natuurlijk heel erg misten. En nu gingen we dat weer doen en dacht ik van, nou, dan wil ik ook gewoon echt het even ervan nemen en dan niet gewoon saai thuis zijn. Dus we gaan gewoon lekker een weekendje naar Antwerpen en het is vandaag vrijdag.
En we zijn nog nooit samen in Antwerpen geweest. Nee, en we zijn er wel alle twee dus best wel vaak geweest. En jij meer dan ik. Ja, een van mijn beste vrienden die heeft daar een tijd gewoond. Dus ja. Ik heel vaak in het weekend erheen. En ja, ik ben er eigenlijk stiekem toch ook wel een aantal keer geweest. En ik vind Antwerpen altijd zo leuk. Ik vind het zo'n heerlijke stad. En je kan gewoon bijna alles lopen. Je hebt superleuke winkels. Lekker goed eten. Nou, noem maar op. Ik heb er zoveel zin in. En het is ook prachtig weer. Vandaag wordt het 22 graden. En morgen wordt het 24 graden. Ik dacht helemaal, nou, ik weet helemaal, wat moet ik aan? Wat moet ik meenemen? Dus ik heb ook weer veel te veel meegenomen. Gaan maar twee nachten, maar goed. Was het allemaal in één koffertje? Ja, dat is wel het voordeel dat je dan met de auto gaat. Dat je gewoon die hele auto vol kan gooien. Dat maakt allemaal geen reet uit. Dus dat is wel lekker. En we slapen. Ik wil hier zo graag heen. Ik heb dit zo vaak voorbij zien komen op social media ook. Een vrij nieuw hotel. En dat heet Botanical Sanctuary. En dat is een oud klooster. En dat is dus omgedoopt in een prachtig hotel. En er zitten ook allemaal restaurants in. Het zit midden in de stad. Dus ook qua locatie is het echt waanzinnig. Ze hebben een hele spa met een zwembad. Ze hebben ook ons bikini mee en zwembroek. Ja, ik heb er zoveel zin in. Echt. En we gaan ook gewoon uitslapen. We hoeven 's nachts niet wakker te worden. Gewoon dat soort dingen. We gaan ook gewoon even tot rust komen. Hè? En naar biercafés. Nee, we gaan niet naar biercafés. Dat wil ik niet. Oh, je zit naast de Culminator. Een van de bekendste uit Antwerpen. Daar zitten we ongeveer naast. Oh, nou, misschien één biertje dan. Ja. Geef mij maar een wijntje. We zien wel. Hè? Ik bedoel, we hebben een paar dingen, een paar plannen als in... we hebben eigenlijk helemaal niet echt een planning. Nee. Het enige... Ja, ik hou er nooit zo van om dan gewoon alles al vast te zetten. Dan denk ik, nee, ik wil ook lekker go with the flow, weet je wel. We gaan vanavond in ons hotel eten. Dat is het enige wat ik dan al heb gereserveerd. En dan morgen hebben we nog geen reservering. Handig op zaterdagavond. Ja, maar is Antwerpen net zo gek als Amsterdam? Ik heb al even gekeken waar de restaurants die op mijn lijstje stonden. Die hebben gewoon plek voor morgen op prime daarom. Time. Oh ja, we gaan nu even stoppen, hè? Ik moet plassen. Nou, dat kan hier. Ja, en we moeten nog 55 minuten. Dus... En ik wil even een watertje kopen. Maar goed, helemaal zin in. En, oh ja, ik wil ook even uitzoeken waar vintage winkels zijn. Want die heb je heel veel in Antwerpen. Echt hele mooie. Sowieso geweldige winkels. Dus ik heb ook helemaal zin om te gaan winkelen. Dat gaan we echt, dat wil ik echt gaan doen. Ik wil ook naar vintage designer winkels en zo. Dus we krijgen het nog druk. Nou, we zijn aangekomen in ons hotel en dit is de lobby. Kijk hoe mooi. We hebben al twee glaasjes champagne gekregen. We zijn aan het inchecken. Ik ben aan het hebben. Naar mijn vriend die net een kind heeft gekregen. Oh, ja, zo. We hebben meteen erop gedronken. Ja, dat is wel waar. Nou, en dat gaat nog wel meer gebeuren dat dit weekend. Dat gaat wel meer gebeuren. Ja. En we gaan The Hidden Secrets of Antwerp uitspelen. Ja. Ik heb net gekeken. Voor zaterdag willen we hier Bourla. Bourla. Daar willen we naartoe. Ja, dat ziet er wel heel gezellig uit. Precies wat we bespraken wat we willen. Ja, eigenlijk wel, hè? Dus, Flemish stew, North Sea mussels, perfect fries, homemade mayonnaise. Ja, heerlijk. Nou, de kamer die was nog niet klaar, dus we zijn meteen de hort op gegaan. Een beetje aan het rondlopen. En we hadden eigenlijk best wel honger. Dus we zitten nu gewoon bij een soort cafeetje. Aan een bolleke. Ja, aan een bolleke. Daar had ik al heel veel zin in. En dit is een tosti. Oftewel een krok uit het vuistje. Even een hapje eten, dan gaan we nog weer even rondlopen. En ze gaan mij bellen als de kamer klaar is. Dus ik denk dat we dan wel weer richting hotel straks gaan. Ja. De kamer bekijken. Ja, ik ben heel benieuwd naar de rest van het hotel ook. Ja, het is gigantisch groot. Ja, we krijgen een soort rondleiding. Het is echt, het schijnt mega groot te zijn. We zijn inmiddels aangekomen in de kamer. En het is zo mooi. Oh my god. Zo'n mooie, chille kamer.
Het straalt echt een soort zenheid uit. Dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling, denk ik, van een sanctuary. Maar het is zo mooi. Hele mooie hoge plafonds. En hier buiten heb je dus gewoon helemaal gezellig een terras. En daar gaan wij vanavond eten bij de Serre. Helemaal zin in. Helemaal zin in. Ja, ik doe even een roomtour. Dan ga je hier naar binnen. Heb je hier de garderobe. Wat is dit? Oh, dat is het toilet. Apart toilet. Dat is ook altijd wel lekker dat dat niet in die badkamer zit. Het licht sprong aan. Nou, dit is dus het toilet. En dan heb je hier een spiegel. En dan heb je hier de badkamer. Zo. Hele grote spiegel aan de wand. Nou, deze laten we even zo hier. Leuk stoeltje. Oh, maar ik vind die hoge plafonds echt te gek. Jij? Heel mooi. Ja, het is echt heel mooi. Nou, wij gaan heel even chillen. Gaan we even naar buiten? Ja, maar ik wil even de benen op. Dit is precies even wat ik wil. Wat jij nu aan het doen bent. Wil jij de zetel? Nee, ik ga even. Ja, heel even op het bed. Oké. Koffietje? Nee. Voor jou zetten? Nee, dank je, schat. Ja. Oh ja, zo lief. Ze hebben echt te schattig een heel lief kaartje met een knuffeltje gegeven voor Louis. Nou, zo lief. En ook een hele mooie theedoos met allemaal thee's. Hier heb je nog een soort bureau met tv. En they get it. Nespresso, what else? Nou, ik heb me even omgekleed. Ik doe dit pak aan van And Other. Nee, niet And Other, sorry. Het is van Arquette. Ik raak altijd in de warm tussen die twee. Dit blouse heb ik al vaker aangedaan. Maar ik heb het nooit in combinatie met een broek aangedaan. En het is echt. Nou, I love it. Ik zat wel een beetje te twijfelen of ik het zeg maar erin of eruit moest doen. Ro, die stemt voor erin. En dan zie je wel iets meer vorm. Anders lijkt het misschien te erg op een pyjama als ik ja, het eruit. Precies. Ik wou het niet zeggen, maar ik dacht het wel. Oh. Maar vind je het dan alsnog nu niet op een pyjama lijken? Nee, als het erin zit niet. Maar het lijkt net een beetje mijn nachtjaponnetje anders. Ja. Maar ik vind dit zo een mooi blouseje. Het is heel zacht. En ja. Helemaal chill. En ik heb eigenlijk maar één paar schoenen mee. En dat zijn die sneakers van New Balance. Want ik dacht, ja, ga ik serieus hakken meenemen? Ik heb ook eigenlijk geen geschikte hakken die hier bij zou passen. Ik heb sowieso bijna geen hakken. Ik ben gewoon geen hakkenmens. Dus dan denk ik, ja, zou het dan opvallen als ik gewoon die sneakers eronder draag? Ja, niet heel classy misschien, maar we doen het gewoon. We doen het. Ja, nee. Dus dit is de look of the night. En ik ga even een kleine touch-up doen van de make-up. En dan gaan wij beginnen in de bar. Aan de Borel. We zitten aan tafel. In de Serre. Zo gezellig hier en zo leuk. Maar we hebben eerst nog in die tuin gezeten. Want het was gewoon hartstikke warm en windstil. Want het is een soort binnentuin. En toen zijn we naar de bar gegaan. Ook heel leuk. En nu zitten we dus echt aan tafel. En ja, we beginnen natuurlijk even met een rondje oesters. En we hebben de oesterpatat bij gekregen. Ja, maar wat is dat? Weet ik niet. Ja, oké, we krijgen de oesters. En toen zei hij, ja, en dit is nog wat oesterbrood. Maar probeer jij dit eens? Het lijkt wel kaas wat erbij zit. Het lijkt gewoon boter. Er zit boter in. Oh, maar waarom noemen ze dat oesterbrood? Gaat ons culinaire palet te boven. Ja, ik denk het wel, blijkbaar. Ja. Oké, we hebben het even nagevraagd. Oesterbrood is toch met kaas? Oh nee. Nee. Oesterbrood is toch met boter. Soms een beetje kruidenboter. En het is typisch Vlaams. Ik ken het niet in Nederland. Vlaams-Frans. En we hebben nu het voorgerecht gekregen. Ik heb langoustines. En het begint nu al een beetje te schemeren. Oh, maar het is gewoon al 8:30 en het is gewoon nog steeds licht. We hebben Vlaamse wijn. Ja, Vlaamse wijn.
De Elegant heet hij. Elegant? Elegant. Want wij zijn elegant. En het hoofdgerecht is gearriveerd. Ja, we moeten inspelen op het seizoen, jongens. Seizoensproduct. Ja. En het toerendoodje. Toerendoodje. Good morning. Oh, het zonnetje schijnt. We hebben zo ongelooflijk lekker geslapen. Ook best wel lang. Echt, ik denk dat we 11:15 gingen slapen. Ja, tot 9:30. Tot half 12. Tot 9:30. Ik was 9:15 wakker, maar alsnog heel lang. We hadden dus alle twee apart van elkaar wel een bezorgd moment om Snoopy in de nacht. Zo van... wat is er? Straks is er iets met Snoopy of zo. Ik dacht, oh, hij heeft het misschien te koud. Hij heeft een nieuw slaapzakje aan. Begon ik daar helemaal over na te denken. En had ik gedroomd dat hij stikte of zo. En dan werd ik daar weer mee wakker. Nou, echt heel bizar. Maar er is natuurlijk niks aan de hand. We gaan zo wel even facetimen met Snoop. Ik heb nog even geen make-up opgedaan, dat doe ik straks, want wij gaan om van de honger, of wij komen om van de honger, en we willen koffie, dus we gaan eerst even ontbijten. Jongens, dit ontbijt is next level, maar ik heb nu gewoon even lekker roerei met een spek, boter, een broodje. Dit is gerookt zalmpje met mirixwortel. Verse koffie. Nou, echt gelukkiger kan je mij niet maken. En ze hebben dus ook een heel zoet station. Daar ga ik zo nog even heen. Helemaal met een eclair en zo. Zo. En als je een zware nacht had gehad, kon je nog even de Bloody Mary station. Zo. Ja, ze hadden nog gewoon een heel Bloody Mary station. Dat je eigen Bloody Mary kan maken. Nou, dat is geniaal. En wederom echt zo'n prachtige ruimte. Het is echt een van de mooiste hotels waar ik ooit ben geweest. Absoluut. Ja. Schitterend. We lopen weer door de stad en we lopen net ons hotel uit. En we zien nu in de muur een broodautomaat. Hoe geniaal is dit? En dit is waarschijnlijk ook fantastisch brood. Volgens mij is het een hele goede bakker als ik het een beetje op Google zag. Waanzinnig, dit is toch geniaal. Ze hebben ook allemaal lekkere koekjes en zo. We hebben al best wel wat geshopt eigenlijk. En nu zijn we terug bij ons hotel, want we wilden de tassen even droppen daar. En nu gaan we door naar onze lunch in Antwerpen-Zuid. En om te zien wat we hebben geshopt, moet je anders even op TikTok gaan kijken. Mijn TikTok, daar doe ik ook een dagvlogje. En die heb ik als het goed is nu dan wel al gepost. Want ja, ik ben het vergeten te vloggen. Het is allemaal dubbele content anders. Ja, je moet het ook een beetje spannend houden allemaal. Anyway, dit weer is gewoon... Geweldig. Ja, het is niet normaal. Het is... Korte mouwen. Ja, jij hebt de korte broek aan. Ja. Ja, echt fantastisch. En we lopen nu even naar de Zuid... buurt, naar Zuid. Antwerpen-Zuid. Ja. We zitten bij Fiskebar. Zo leuk. Ja, het is echt heel leuk. We zitten lekker buiten. Jammer genoeg niet in het zonnetje, maar misschien juist wel lekker. Ik vond het allebei juist wel lekker, toch? Ja. Eten in die zon vind ik altijd iets aan relax hebben op de een of andere manier. En nou, we hebben dus oesters besteld. En dit zijn... Wat was het nou? Wukkels? Wulkels? Wokkels? Wirkels? Ik heb het opgezocht. Die had... Wulken. Oh, de wulken. Dit zijn de wulken. En je had ook de kreukels. Ja. Allemaal van die gekke namen, maar die hebben we niet besteld. Nou, eet smakelijk hoor. Oké, jongens. Het hoofdgerecht is gekomen. Calamares. En pasta alle vongelen. Nou, wat zei jij net? Dit ruikt naar de hemel. Heerlijk. Joejoe. Nou, we zijn weer op de kamer. Even kijken of dit kan. Ja, dit kan. We hebben heerlijk geluncht. Daarna hebben we nog even rondgelopen daar in die buurt. En ben ik naar ook een vintage winkel geweest. Label Love. Daar wil ik heel graag heen. Want dat was allemaal vintage designer tassen. Maar het viel een beetje tegen. En daarna zijn we weer naar boven Oh ja, toen hebben we...
Op zo'n step. Dat doet iedereen hier. Het was insane. Oké, ja, ik heb dat 1 keer eerder gedaan. Dus ik heb het niet vaak gedaan. En dat trekt dus als een malle op. En ik denk de eerste paar secondes dat ik erop ging, moest ik over een weg met allemaal van die cobblestones. Van die grote stenen. Die je hier heel veel hebt. En een gigantisch terras. En ik ging helemaal gewoon zo en snoeihard. Ik denk, nou, ik ga echt elk moment nu vallen. En ik trilde gewoon. Het was zo bizar. Maar het leek wel alsof mijn baarmoeder eruit werd getrild. Het was zo een naar gevoel. En voor mij was Ro. En het leek gewoon alsof hij nergens last van had. En ik zat gewoon helemaal zo op die step. Nou, bijna gewoon aan het overleven op dat ding. En het was niet normaal. Dus ja, dat ga ik niet snel weer doen. Tenzij het een gladde weg is, want dan is het gewoon prima. Maar ik dacht echt op een gegeven moment, nou, ik moet hiermee stoppen nu. Want dit gaat gewoon niet. Dus daarna zijn we ook nog even rondgelopen. Ben ik nog even naar And Other Stories geweest. En nou, dat viel ook tegen. Eigenlijk, alle winkels vielen eigenlijk een beetje tegen, behalve... Dus één in het begin, Sandro, heb ik een hele mooie jurk gekocht. Die ik trouwens nu niet aan heb. Deze jurk komt van Stieglitz. Die heb ik al een tijd. En ik dacht, nou, die vind ik wel leuk voor vanavond. Dus we hebben net even een uiltje geknapt. Althans, ik ging even op bed liggen en ik viel gelijk in slaap. Dus ik heb heerlijk even een soort powernap gedaan. Ach, dat scheelt dan zo erg in hoe je je voelt. En we gaan dus nu heel even snel, nou, niet mega veel tijd meer, maar we gaan even in de tuin van het hotel waar we gisteren ook hebben gezeten, gaan we heel veel een drankje doen, even een aperitivo. En dan gaan we richting ons restaurant. En dat is ongeveer 1 kwartier, 20 minuten lopen van ons hotel af. Dus ja, en dat schijnt helemaal geweldig te zijn. Ik heb echt, dat heb ik ook heel vaak als tip gekregen. Dus ja. Ik heb er weer helemaal zin vanavond. Oh, het is zo fijn om 2 nachten te gaan. 1 nacht, als ik daar nu over nadenk, dan was dat veel te kort geweest. Was natuurlijk ook heel lekker geweest, maar 2 nachten, dan ben je er echt even uit. Het voelt echt alsof we een beetje op vakantie zijn. Nou, we zijn aangekomen in het restaurant. Moet je even kijken hoe mooi. Ik denk dat dit een oude kerk is geweest. Of nee, een oude scheepswerf, of niet? Nee, dat is veel... Nee, het is wel een kerk. Nee, het is sowieso een kerk geweest, kijk maar. Heel erg mooi. En we gaan allemaal lekkere dingetjes delen. Voorafjes delen. Allemaal lekker voorafjes delen, hadden we zin in. We gaan nu weer weg, maar kijk even deze ingang hoe mooi. En dat jij lekker zit eten. Ik heb heerlijk gegeten. Nou, we hebben best wel weinig gegeten eigenlijk, maar ja, lekker. Heerlijk. En we gaan nu even weer terug naar ons hotel. En dan gaan we lekker even nog in de bar zitten. In Henry's Bar. Ja, dat is zo'n fantastische bar. Ja, dat is mooi. Ook als je niet in ons hotel slaapt, kan je daar gewoon heen. Goede... Huh? Nou, hij heeft zichzelf al verraden. We hebben de kleine snoepert hebben we opgehaald. We werden vanochtend nog heerlijk wakker in het hotel. En toen zijn we lekker gaan ontbijten nog. En we zijn nog even een korte spa ingedoken. Nou, dat was ook echt fantastisch. Zwembad, even lekker gezwommen. Sauna ingegaan. En toen gingen we alweer uitchecken. En zijn we eigenlijk gewoon meteen doorgereden naar de ouders van Ro om Snoepie op te halen. En daar komen we nu net weer vandaan. En we zijn richting huis aan het rijden. Nou, het is zo bizar. Meneer heeft een tand erbij. Boven. En ik denk dat de andere kant daarvan aan het doorkomen is. Want hij heeft 1 rode wang. En hij is een beetje kribbig. En hij trekt aan zijn oor. Hij trekt aan zijn oor. Ja, dat is ook een teken dat het tandje doorkomt. En hij voelde iets wat warm aan. Maar goed, hè, voor de rest gaat het hartstikke goed en is het gewoon puur dat tandje. Ja, dat is dan ook weer zo voorbij. Hij is voor het eerst weer even sinds tijden niet verkouden. Al een week niet. Hè? Nee, hij is echt helemaal on top of his game. Dus dat is gewoon altijd fijn. Heerlijk. Maar jeetje, we hebben het zo ontzettend fijn gehad. Echt ongelooflijk. Niet normaal. En ook zo chill hoe dichtbij Antwerpen eigenlijk. Ja, nou, daar sta ik gewoon weer van te kijken hoe dichtbij dat is.
We hebben nu dik anderhalf uur gereden. Nou, dat is toch eigenlijk helemaal niks. Ja, het was echt zo'n geslaagd weekend. Echt niet normaal.